De dementievriendelijke gemeente, dat is waar we voor vandaag bij elkaar zijn. En wat goed ook dat het gelukt is om met alle 5 gemeentes tegelijkertijd hier te zijn en om ons samen zeg maar, voor dit thema te gaan inspannen. De dementievriendelijk, wat houdt dat in? Waar het in ieder geval over gaat is dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Dat ze zich opgenomen voelen, dat zij geen taboe ervaren rondom het thema. En ook dat de inwoners van het thema wat afweten en daar zo goed mogelijk mee kunnen omgaan. Zojuist een bijzonder moment geweest. Vertel er iets over. Klopt. We hebben vandaag de intentieverklaring voor een dementievriendelijke gemeente ondertekend met de 5 wethouders van Midden-Kennemerland. Welke 5 gemeentes zijn dat? Dat zijn Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en Castricum. Wat is er nou zo bijzonder aan zo'n verklaring? Want we zijn dementievriendelijk. Ik dacht dat we dat al waren. Nou, er is toch nog wel wat ruimte voor wat meer kennis bij de inwoners van de diverse gemeentes over dementie. Wat het is, hoe je mensen met dementie kan herkennen en wat je er vervolgens, hoe je ermee om kan gaan. Een dementievriendelijke gemeente, daar kan je het toch eigenlijk niet mee oneens zijn. En het is ook zo natuurlijk, het is een grote groep kwetsbare mensen die steeds dat toe zal nemen door de vergrijzing. En doordat we steeds ouder worden met elkaar. En dus daar wil iedereen wel zijn steentje aan bijdragen om dat voor die groep zo goed mogelijk te gaan organiseren, zodat mensen ook op een veilige en goede manier thuis kunnen blijven wonen. Een leuke ambiance deze winkel, goed voor elkaar. Meerdere gemeenten zijn er nu in Midden-Kennemerland. Is dit al meer gebeurd in Nederland? Ja, er zijn ook al andere initiatieven in Brabant en ook in het Gooi, in het Vechtstreek. Daar is ook al, zijn ze ook al aan de slag met dit thema al een tijdje. Ja. Alzheimer, dat is toch een soort taboe. Ja, dat klopt. En dat is ook een van onze, beschouwen wij ook als een van onze belangrijkste taken om dat taboe te doorbreken. Vandaar dat wij de afgelopen weken ook heel druk bezig zijn geweest om bijvoorbeeld op weekmarkten aandacht te vragen en voorlichting te geven voor deze ziekte. Nu is er ook hier een sticker uitgereikt. Ja, dat klopt. Die sticker is ongeveer 2 jaar in productie, zeg maar. Het leuke daarvan is wel om te vertellen dat een collega-afdeling in Brabant, die hebben de sticker bedacht en ontworpen. En wij hebben als afdeling een paar richtlijnen gekregen. En binnen die richtlijnen kunnen we zelf bepalen of een ondernemer of een ander soort bedrijf dementievriendelijk is. Dementievriendelijk, wat stel ik me daar dan voor? Het zit hem soms in hele kleine dingen. Hè? En als je je toilet bijvoorbeeld, als je dat realiseert dat een witte bril op een witte pot erg verwarrend kan zijn of onduidelijk kan zijn voor iemand met dementie, dan doe je wat met die bril. Of je geeft het een andere kleur of je plakt er een paar stickers op en dan is het veel herkenbaarder. Of je hangt in je zaak wat minder klokken op, maar wel 1 duidelijke klok, zodat men zich kan oriënteren hoe laat het is. Of een kalender, dat men weet welke dag het is. Maar ook bijvoorbeeld politie willen wij graag voorlichting gaan geven en in die zin dus dementievriendelijk maken, dat ze herkennen dat iemand die ergens over straat zwerft wel eens dement zou kunnen zijn en verdwaald zou kunnen zijn. Ook als ze natuurlijk ergens in een winkel zijn en ze nemen per ongeluk iets mee wat ze dan niet meer weten. Ja, daarom zetten we ook in qua scholing bij bijvoorbeeld grote supermarkten zoals Albert Heijn. In Beverwijk hebben we dat nu net gedaan. Maar wij willen dus eigenlijk dat soort winkels, willen we het personeel scholen, voorlichting geven over hoe herken je iemand die dementie heeft of zou kunnen hebben. En hoe ga je er dan mee om? Dat je inderdaad niet meteen als filiaalmanager bovenop diegene duikt van help, we hebben een winkeldief te pakken. Ja. Je hebt 2 verschillende sokken aan. Ja, dat klopt. Ik heb de Alzheimer socks aan. Ze zijn ook verschillend van kleur. Dat klopt. Dat is een beetje het idee zoals mensen met dementie. Die zijn een beetje warrig. En dat is de reden waarom deze 2 verschillende sokken zijn ontworpen. En wat is dan de reden dat jij hier bent? Ik ben hier als regiocoördinator voor het gebied Noordwest-Nederland. Voor de provincie Noord-Holland. Vanuit Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland blijft toch nog een beetje onbekend, denk ik, voor veel mensen. Ja, wij hopen daar nog steeds mee het taboe te doorbreken dat wij dus echt bestaan als organisatie en dat we graag heel veel mensen willen bereiken. Hoe denken jullie dat te doen?
door middel van dit. Dit zijn mooie momenten. Dit gaan we natuurlijk ook verspreiden via ons netwerk, Twitteren, LinkedIn, ons vrijwilligersplein, ons vrijwilligersnieuws, onze corporate website. Ja, we willen vooral laten zien in de hoop dat andere afdelingen dit ook gaan oppakken. We staan in jouw winkel. Ja. En zojuist is er iets heel bijzonders gebeurd. Er is een ondertekening geweest van een vriendelijke dementieverklaring. Maar ook voor jou was er iets bijzonders. Ja, wij hebben ons certificaat gekregen voor een dementievriendelijke winkel. En die gaan we straks op het raam plakken. Wat betekent dat? Wat hebben jullie gedaan voor het vriendelijk maken van de winkel? Wij hebben een workshop gehad met wat do's en don'ts van hoe wij onze winkel aan kunnen passen om het voor mensen met dementie toegankelijk te maken. En daar hebben we wat kleine aanpassingen gedaan in de winkel. Wat zijn die aanpassingen? Nou, dat zijn kleine dingen. We hadden bijvoorbeeld heel veel klokken hangen. Dus we hebben de klokken weggehaald. We hebben een bord met een datum erop geplaatst. Zodat ze een aanknopingspunt hebben van welke dag is het vandaag. We hebben de menukaart aangepast. We hadden natuurlijk alleen een menukaart met tekst erop. Dus we hebben nu een overzichtelijke menukaart met foto's. Dus een kopje koffie, een kopje thee. Zodat de mensen daar op kunnen aanwijzen wat ze willen. Dus dat kunnen herkennen. Dus een heel mooi compliment, deze sticker. Absoluut, ja, daar zijn we ook erg trots op.